probeer niet door mijn neus te ademen, want dan gaat die geur echt helemaal tot mijn hersenen. Nou, ik heb de pruik op van Shein. En het ziet er echt niet uit. Nou, ik heb even mijn eerste setje aangedaan. Oh, hij zit echt lekker. Wat? En nu dus ook, ja, stylist. Yes! Stylist van de sterren. Sinds eergisteren voel ik dus wel echt beweging. Ik voel de baby draaien. Jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Sinds kort heb ik dus een nieuwe, ja, ik wil niet zeggen craving, want ik moet eigenlijk veel yoghurt nemen als je zwanger bent. Dus ik probeer gewoon zo vaak mogelijk een breaker te drinken. Die vind ik tot nu toe nog best wel lekker. Wacht. Wat? Eén probleem, die oplader van die in de auto hoort te liggen, ligt thuis. Ja, dan kon ik net zo goed nog wel loempie halen. Ja, dat kan sowieso niet meer. Nou, wij gaan gezellig met z'n tweetjes naar Rotterdam. En na werk gaan we naar de release party van Madina. Want ze heeft haar tune, tenminste die komt morgen volgens mij uit. Dus die gaat ze releasen en daar gaan we gezellig naartoe. Vandaag, mijn outfit is black on black, dat was ook de dresscode. We hebben ook alle twee dezelfde jas aan. Van welk merk is het? Van Armani? Nee. Je hebt het toch daar gehaald? Oh. Nou, in ieder geval, we hebben dezelfde jas aan, black on black. En dit hoedje heb ik ooit gehad bij de Monkey, volgens mij. Gezellig hoor. Wauw, ziet er wel cute uit. Ja. Hé, hey, niet deze lelijke sloffen. We blijven positief, we blijven positief. Door deze muziek ga ik geen geld krijgen op deze vlog. Nee, maakt niet uit, nee, maakt niet uit. Nou, we zijn nu bij Madina de release party en voor het eerst in mijn leven ben ik ergens te vroeg dan te laat. Hey. Oh my god, yes! Nou, long time no see. Ja man, leuk dat je er bent. Yes. Vond ik can be missed on a party, you know. So. You know, yes. En ja, we gaan... Oh, hij is goed. We zijn wazig, wacht even. En om 12 uur komt Madina de nieuwe tune online. Ik ga het streamen. We gaan zo meteen Bollywood dansen, toch? Wat? We gaan samen Bollywood dansen. Ja, we zijn gewoon weer wazig. Dat is niet normaal. Komt dat niet door dit? Wat is dit? Ik weet niet, voor die microfoon. Oh. Ja. Nou, we gaan zo Bollywood dansen. Ja. Maar kan je zelf ook praten, die taal? Ik kan wel een klein beetje, maar niet echt vloeien. Maar ik ben er wel mee opgegroeid, dus ik begrijp het als mensen. Maar wat vind jij eigenlijk van Bollywood? Eerlijk. Ik luister het zelf nooit, maar omdat jij het zingt, vond ik het wel echt mooi, man. Ja? Ja, ja, ja. Dankjewel. En hij gaat ook wel hard op TikTok, hè? Moet, ja, oh, moeten we even TikTok erop maken. Ja, sowieso. Ja. Hey jongens, gisteren was het best wel laat geworden. Nou, tenminste, we waren 1 uur thuis, maar ik was echt kapot. Dus daarom heb ik niks meer gefilmd gisteren. Ik heb dus een pruik bij Shein besteld voor 12 euro. Een synthetische pruik. En ik ga hem straks uittesten. Ik heb ook twee zwangerschapsoutfits gehaald. Want ja, broeken vind ik echt verschrikkelijk zitten. Dus ik draag eigenlijk nu het liefst gewoon leggings en jurken. Ik ga me nu even snel opmaken en dan ga ik jullie laten zien hoe ze eruit zien. Nou, ik heb de pruik op van Shein en het ziet er echt niet uit. Misschien is ik een beetje achter doen. Nee, het lijkt echt op zo'n pruik die je gewoon bij de feestwinkel haalt. Nou, ik heb even mijn eerste setje aangedaan. Deze zit gewoon echt niet normaal comfy. Deze wordt er ook bij, het is in 3D gezet. Oh yes! Nee, I love it. Hij zit ook echt lekker warm. Ik zie er echt goedkoop uit met deze pruik. Of ja, een rich mommy. Hallo, kom mijn zoon ophalen. Waar is die? Nou, dit is de eerste set. Ik heb nog twee andere setjes. Deze ga ik ook even testen. Dit is het tweede setje. Het is knitted wear, heet dat. En ja, hij is tot hier zo. En deze zit ook wel lekker. Ik weet niet, ik moet denk ik eventjes aan die pruik wennen. Hier is het heel erg lelijk. Ga ik zo even proberen te fixen. Maar die kleur vind ik wel mooi. Misschien ga ik wel een keertje gewoon goed haar in deze kleur verven. Want
staat wel mooi deze kleur. En als laatste een lekkere jumpsuitje. Oh, hij zit echt lekker. Deze kleur vind ik ook echt heel mooi staan, groen. En hier kan ik gewoon echt lekker in bewegen. Want die spijkerbroeken, dat zijn gewoon echt totaal niet, jongens. En ja, deze kamer is ook bijna klaar. Dat stukje nog verven. Maar daar lagen allemaal spullen toen ik ging verven, toen dat weg was. En ik was bang dat ik van het trappetje af zou tieven. Dus daar ben ik nooit meer verder gegaan. Dus dat ga ik nog even doen. Of ik ga het afsturen om het voor me te doen. Nou, over een klein half uurtje moet ik naar werk gaan. Dus ik ga even mijn haar eventjes nog net even een beetje strakker trekken. Dus het even plat maken. En ik vind deze kleur echt mooi. Ik ga het gewoon zo laten vandaag. Ik moest nog even een paar keer goed kijken, maar ja, it's lit. Morgen jongens, het is zaterdag en Angelique blijft gezellig slapen. Oh, ik ben gewoon in mijn bed aan van trap lopen, niet normaal. Ga niet dood. En er is dus een bedrijf en die maken zulke mooie lekkere ontbijtjes en ze hebben het nu gebracht. Dus we gaan nu even met z'n allen lekker ontbijten. Yeah. Er zit ook een lief kaartje bij. Even kijken. Enjoy this made with love. Liefs ontbijt, laagstreepje SI. Dat is hun Instagram. Wauw. Als ik heb letterlijk alleen maar watermeloen gegeten. Watermelon. Lekker deze, gezond. Deze is echt lekker. Verrukkelijk. Sister night. We hebben even pizza gehaald. En we gaan nu Lion King kijken. Oh. Hou je bord erbij alsjeblieft. Ja, lukt het meid? Niet echt meid. Hè? Nou, dus het pizza-stuk is gepakt. Peanut, hou mijn benen. Hé, hey, hou op. Eeuw, pizza met snot. Goedemorgen jongens. Angelique is net wakker, het is 7:30. En ze had gewoon het lef om de iPad te pakken, zo vroeg. Je hebt niet eens gegaapt en je wilt al wakker worden met die stomme iPad van je. Peanut, kan je die deur dicht doen? Anders gaat ze eerst nog eens even boven geplast. Goh. Alsjeblieft die deur dicht doen. Peanut, iemand? Peanut? Peanut? Oh. Nou, in ieder geval, we zitten nu op bed. En jij? Oh, gaan. Nou, tenminste, ik vind het echt heel stom, maar als je die gaat Wednesday kijken. Wat? Wednesday Addams. Ze heeft trouwens geen Netflix. Nou, tenminste, je broer staat gierig om een Netflix account met je te delen. Dus... Zet eens je gezicht normaal, jongen. Hallo jongens, het is vandaag zondag. Angelique is net weggegaan. Maar deze meid was al 7:00 ochtends wakker. Ik was heel zachtjes gaan naar boven gaan. Want echt in de nacht word ik echt 4-5 keer wakker om te plassen. Dus ik werd om 7:00 ochtends wakker om te plassen. Ik deed het zo zachtjes, hè. Ik word sowieso elke ochtend om 7:00 ochtends wakker. Of 6:00 om te plassen. Dus ik dacht, laat me heel zachtjes doen. Zodat ik deze chica niet wakker maak. Nou, ik plas, ze slaapt. Ik ga naar beneden. Binnen 2 minuutjes hoor ik die voetstapjes. Van, nee, ik kan niet meer slapen. Zeg ik, oké, is goed, maar je gaat nu nog niet op je iPad, want ik had de iPad afgepakt. Dat ik dacht, ja, ze gaat echt niet. Not on my watch. Zo vroeg op die iPad. Dus toen gingen we samen Netflix kijken op bed. Peanut uitgelaten. Toen heb ik echt, was echt zo'n grote berg was. Ik ben echt 3-4 uur bezig geweest met de was opvouwen en zo. Toen me even opgemaakt. Ik zou dus naar, ja echt zo zielig. Maar dus mijn schoonmoeder de hond
is jarig. Ze gaf een feestje. Ze zei, jij en Pienet zijn uitgenodigd. Dus dat ik me opgemaakt, maar het is dus lesmoment gecanceld. Hoe zielig is mijn leven? Dus ik heb me opgemaakt voor een hondenverjaardag. Echt zo zielig. Nou ja, in ieder geval, ik heb wel een paar leuke TikToks gemaakt. Dus het was niet voor niks. En ik zeg jullie eerlijk, jongens, ik vroeger, toen ik nog niet bekend was, ik was toen 14, 15. Toen begon ik zeg maar met pruiken dragen. Nee, 15 was ik. Begon ik met pruiken dragen. En ja, toen had ik niet zoveel geld en ik kocht altijd synthetische pruiken. En synthetische krullenpruiken, die gaan echt lang mee hoor. En die zijn echt, echt waar. Vergeleken met echt haar, daar zie je bijna geen verschil. Met echt zeg maar afro-synthetische pruiken. In het begin zijn ze echt heel mooi en die gaan heel lang mee. Op een gegeven moment gaan ze wel klitten, maar stijl haar echt met... Ja, binnen 3 dagen zat het bij me altijd echt zo slecht. En dat waren synthetische pruiken van, ik denk 20, 30 euro. Max 60. En deze kost 14 euro. Ik heb maar 1 klit gevonden. En ik heb hem nu 2 dagen gedragen. En hij kampt ook wel lekker door. Ik ben er echt blij mee. En eerst dacht ik van, ik ga deze wig niet rocken. Maar ik ga hem gewoon dragen hoor. Ik heb schaat. Ik heb schijt. Dus net als ik... Ik moet nog even een paar dingen doen op de laptop. Maar ik vind het wel even lekker zo hoor. Op bed. De Vigno die is ook bijna thuis. Die was even uitgegaan in Antwerpen. Met een paar vrienden. Dus nu geniet ik nog eventjes van mijn rust. En dan komt Daf. Het is echt een luie zondag. Maar... Zondag is voor mij meestal opruimdag. En je weet toch het gevoel? Ja, ik voel me zo oud. Vroeger had ik dit echt niet. Maar dat gevoel dat je huis hebt opgeruimd. Ja, het is echt een soort van orgasm gewoon. Dat je klaar bent en dan in een schoon huis ligt. Petje opgemaakt. Oh my god. Jullie weten niet wat voor euforisch gevoel dat is. Hond uitgelaten, hond gegeten. Dat is ook belangrijk. Staat te slapen. Ja. Oh ja, wat ik dus ook met jullie wou bespreken. Ik weet niet of ik het heb gezegd in de vlog, wel op mijn Snapchat. Maar mijn placenta, die ligt dus tegen mijn buik aan. En ze zeiden van rond de 18 weken moet je wel iets voelen qua beweging. Maar omdat mijn placenta dus tegen mijn buik aan ligt, had ik nog niet echt het gevoel dat er... Van schopjes of beweging of zo. En sinds eergisteren voel ik dus wel echt beweging. Ik voel de baby draaien. Ik voel de baby een beetje schoppen. Dus daar word ik wel echt zo gelukkig van. Echt, ja, het gevoel is echt niet te omschrijven. Zo blij, zo mooi. Echt prachtig. Ach, het klinkt echt... Als ik praat klinkt alles sarcastisch, maar echt waar. Ik vind het echt zo mooi. En op mijn For You page op TikTok zie ik echt alleen maar bevallingsvideo's. Eerst was ik wel bang, maar toen dacht ik... Soms zie ik echt van die suffe moeders. Ja, echt. Het klinkt echt erg. Maar gewoon echt van die suffe, softie moeders, zeg maar. Die al huilen als je bijvoorbeeld een discussie met ze hebt. En dan denk ik van, oké, maar hun kunnen bevallen, dan kan ik het ook. Dus ik probeer me er niet veel over na te denken. Nou, ik ga maar even lekker chillen nog. En TikToks checken. Ik wil even een dutje doen, maar dat is echt met 10 minuten. En hij is zo luidruchtig, dus mijn slaap wordt dan sowieso verstoord. Maar ik weet niet of ik vandaag nog iets ga doen, hoor. Maar ja, dat zien jullie straks. Ciao. Jongens, goedemorgen. Ik heb geen make-up op, want ik ga nu naar Delia Skin Clinic. Voor de mensen die mijn vorige vlogs hebben gezien, ik heb daar heel veel skincare van meegenomen. Ik heb ook een huidscan gedaan en ik heb nu een maand lang consistent Delia Skin Clinic producten gebruikt. Ik heb even een snelle outfit aangedaan. Ik heb dit comfy setje van Shein. Ik had die jullie laten zien. Ik heb Steve Madden's onderaan. En deze jas is van Boohoo. Dus dit is mijn outfit of the day. Ik vind deze spiegel dus altijd zo vreselijk. Want kijk, het licht komt van boven.
En ik kan hier dus nooit mooie foto's of video's maken. Anyway, die pruik van 14 euro gaat echt kapot lang mee. En hij zit gewoon nog goed, dus ik ben er echt helemaal blij mee. En ik ga hem gewoon rocken totdat hij helemaal krokant is. Ik heb net Davinio afgezet. Ik hoefde pas over een uurtje bij Delia te zijn. Dus ik ga eventjes langs Boer Geert even een broodje halen. En toen werd Daf jaloers. Ze zei, die kan je niet voor me brengen. En ik dacht van, ik ga niet van Zaandam naar Amsterdam en weer terug naar Purmerend. Omdat jij een broodje wilt. Maar Peanut, als ze dus achterin zit, dan gaat ze piepen omdat ze geen aandacht krijgt. En nu zit ze voorin en nu is er niks aan de hand. Je bent met de eentje hoor. Ik denk echt dat je een prinsesje bent. Lekker zin hoor in een broodje van Boer Geert. Daar had ik echt wel een tijdje zin in. Alleen die soort garnaalbroodje, die surimi of zo, die neppe plastic garnaal. Dat broodje had ik echt verwacht van, oh mijn god, die is kapot lekker. Maar die was dus echt niet lekker. Maar die kip, dat broodje met kip, oh, die is bang, spang lang lang. Oh, happiness. Ik heb een broodje grillworst. Of twee broodjes chicken teriyaki gehad. Eentje voor mij. En een broodje, ja, ik weet niet precies wat het is. Maar met rundvlees voor Daf. Dus hij heeft twee broodjes. En dan ga ik nu even lekker eten. En dan ga ik naar Delia Skin Clinic. Dus ik ga nu even snel slikken. Even een grote slik. En dan ga ik rijden. Lekker! Nou jongens, we zijn nu bij Delia Skin Clinic voor de tweede afspraak. Peanut is ook gezellig mee. Ik zit daar. Ik zit even op de stoel, want anders gaat ze de hele tijd lopen rennen. Maar ze is lekker rustig, dus ja. We gaan vandaag een peeling doen weer, toch? Ja. Ja. Dezelfde als vorige keer? Hetzelfde als vorige keer, ja. Oh ja, dan gaat mijn gezicht echt wegbranden. Ik ga me echt even mentaal voorbereiden. Oké, we zetten nu de eerste peeling erop. En ik moet wel zeggen dat hij minder prikt dan de eerste keer. Of na tenminste, die komt nu. Die pijn komt achteraf. Dus wel maar blij. Ik probeer niet door mijn neus te ademen, want dan gaat die geur echt helemaal tot mijn hersenen. Nou ja, hij valt nog wel mee hoor, nu. Ja, gaat wel toch? Ja. Laten we deze heel eventjes intrekken. Als je nu kijkt, dan zie je eigenlijk hier en hier wat witte vlekjes. Ik moet er helemaal van huilen. En dan zie je eigenlijk dat op die plekken die peeling dus heel hard naar binnen trekt. En dat hij dus daar eigenlijk ja, zwakke plekken heeft. Dus er zal een ontsteking hebben gezeten, puistje, wat dan ook. Daar gaat die peeling gewoon wat harder. Oh, heftig dit. En dat voel je? Ja, zeker. Als je met een mes zo in mijn gezicht heeft gestoken. Oké, de tweede peeling zit erop. De eerste peeling was, kan je het misschien nog een keer uitleggen? Salicylzuur. Die gaat dus met name veel dode huidcelletjes weghalen. En die werkt ook heel mooi op het nou ja, eigenlijk weghalen van de ontstekingetjes. En echt meeetertjes en zo. Verfijnen van de poriën. En de tweede peeling is de Melantranix peel. En die gaat met name dus, nou ja, als het ware, depigmenterend werken op de hyperpigmentaties. Dus eigenlijk alle donkere vlekjes, die gaan we daarmee heel erg aanpakken. En daarom doen we er ook twee, want de Melantranix peel die exfolieert niet zo heel sterk, maar die is dus met name op het pigment. Ja, en zoals jullie zien heb ik echt veel van die soorten vlekjes. Bij mij gaat en komt het met de tijd. Soms dan zijn ze opeens allemaal weg en dan komen ze opeens weer aankloppen. Nou, we gaan voor het masker gaan we lekker een crème masker doen. Dit is het Hydra Vital masker. Nou ja, Hydra. Dus vooral de hydratatie. Als we met salicylzuur peelen, dan kan die huid daar best een beetje droog van zijn. Dus dan is het alleen maar lekker om daarna nog eventjes een maskertje te doen. En deze ruikt heel erg lekker. Ja, kapot lekker. En die is dus echt puur op de vochtbalans. Gaan we er mooi mee herstellen. En ook een beetje kalmeren. Ik ben weer thuis en ik ben bijna klaar om te gaan. Ik heb een pakketje binnengekregen van Tamara van BoGlow. Voor de mensen die haar niet kennen, zij is ook een influencer en ze heeft twee kindjes. En even naar boven gaan. Maar in ieder geval, ik heb dus een pakketje gekregen van Tamara. Ze heeft twee kindjes en ze was eigenlijk nooit echt tevreden over de baby shampoos en zeepjes en zo. Dus ze is nu een, ja, ze had al een bedrijf.
Maar ze heeft nieuwe producten voor baby's. Ja, ik kan het helaas nog niet uittesten, want mijn baby zit nog in mijn buik. Met een kaartje bij. Hey, Vonneke, iedere mama wil het beste voor haar kleine. Daarmee mag de 100% natuurlijke, vegan en parfumvrije babyglow niet ontbreken. Ik wil eventjes buiten adem van de trap lopen. We gaan even samen unboxen. Oh, echt een leuke verpakking ook. Kijk nou. Nou, het is siliconenvrij, sulfate-free, paraben-free, GMO-free. Dat is best wel veel, man. Ja, ik kan het pas uitproberen als mijn baby geboren is. Maar ik ga het sowieso in de kast doen. Dus zijn jullie benieuwd? Laat ik het jullie over 4 maanden weten. Een hele goede middag, jongens. Ik zit nu in de auto. Even een paar minuten mentaal voorbereiden om te gaan werken. Maar ik ga denk ik niet vloggen daar. En daarna ga ik naar Dental Clinic in Rotterdam. Om even mijn gebit te reinigen. Want dat is ook weer eventjes nodig. Even die facing schoonmaken. Dus ik zie jullie vanavond. Dat is alweer donker. Nou jongens, we zijn klaar met werk. Met de auto geparkeerd. Heb ik hem op slot gezet. Even kijken hoor. Yes. En ik ga nu naar Studio Dental in Rotterdam. Het is echt heel mooi daar. Ja, ik weet niet of je het goed ziet. Even kijken dat ik niet dood ga. Er is ook geen zebrapad hier. Ik ga mijn tanden even reinigen. Vooral als je facings hebt is het heel belangrijk dat je je bek even schoonmaakt. Dus dat gaan we nu weer even doen. Hey jongens, goedemorgen. Ik ben nog net wakker, maar ja, dat kan je wel zien. Ik wil even jullie laten zien. Je ziet het niet echt, maar ik ben mijn hele huid aan het vervellen. Oh, je ziet het wel. Mijn hele huid aan het vervellen door die peeling. En daar ben ik blij mee, hè? Peanut. Nieuw skin, who this? Ik ga even snel Peanut uitlaten. We zouden gaan gymmen, maar dat gaat niet door. Yes! Ja, ik weet niet, maar deze dagen heb ik gewoon zo geen motivatie om te gymmen. Dus nu ga ik lekker Peanut uitlaten. Ga ik lekker rustig douchen. Hi jongens, ik ben klaar. Ik heb even die Shein-pruik afgedaan, hoor. Want ik... Ik voelde hem niet echt meer zo lekker zitten. Dat komt ook omdat mijn hoofd vettig werd. En die pony die is een beetje vettig geworden. En ik had gewoon even zin in gewoon goede kwaliteit haar. Sorry hoor. Dus ik heb er even gewoon een van mijn oude pruiken op gedaan. Ik ben nu onderweg naar werk. Ik moest iets eerder op werk zijn omdat we een meeting hebben. En ik zeg je eerlijk, mijn energy is echt zo low. Ik heb gewoon goed gegeten, genoeg gegeten. Maar mijn energy level is gewoon echt op zero. En volgens mij is mijn camera een beetje vies, want het lijkt alsof ik in de hemel ben. Nou, in ieder geval. Ja, dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Dus ik ga nu lekker werken. Wel gelukkig lekker in Amsterdam. Ik vind in Amsterdam werken veel chiller, want het is dichter bij mijn huis. Dus ik zie jullie daar. Okay. Ja. Wat? Ja. New York pizza? Ja, die zit hier zo. Kom hier aanlopen. Er zit allemaal viezigheid bij je mond. Nee. Nou jongens, we gaan er nu in. Gelijk in 3, 2. Behind the scenes. Wat een awesome. Wat een oncollegiaal gedrag dat Snape de lift naar boven stuurt. Ja, heftig. En dat jij geen kauwgom op jou maar geeft. Nou, de show zit er weer op. Ja. Ik ga nu lekker naar huis. En ik zie jou pas volgende week dinsdag. Ja, want jij gaat weer weg. Je gaat weer op vakantie. Ik ga even een tripje met mijn opa doen.
Gezellig, man. Ja, wel echt. Quality time. Ja, naar de Elzas. Kennen jullie dat, de Elzas? Nee, ik ken het niet. Dat is voor de zeer delicatesse om wijn te proeven, champagne. Champagne. Oh, dat is veel te duur voor me allemaal. Ja, nee, ja, en ook veel te veel klasse voor jou. Nou, jezus. Hallo, ik heb kapot van klasse. Kijk, ik ben blond. Ja, daardoor vind ik... Hallo, hallo jongens. Vandaag ga ik iets super leuks doen. Ik heb namelijk een fotoshoot met Kim Veenstra. Echt super dope. Ze heeft me gevraagd. En ze wou met een paar powerwomans werken. Dus dat wordt heel leuk. En ik heb net een pakketje binnengekregen van Benefit. En ik ben benieuwd wat erin zit. Ik dacht dat het mijn pakketje was voor Parfumado. Zo, ik heb een speeksel aan mijn hand. Maar... Het is een grote doos. Je kan hem open duwen. Oh. Gezichtscrème. Oh, er zit nog een doos in. Nog meer gezichtscrème. Professional. Oké, je kan het zo open sliden. Kijk eens aan. Nou, thank you Benefits, thank you. Nou jongens, ben ik bij de shoot. Ik ben letterlijk echt alle chocolades aan het opeten. Ik weet echt niet wat het is. Allemaal wit. Jij zoekt bruin, allemaal wit. Ja. Ik heb echt moeite om de witte chocolade te vinden. Ja, het is gewoon 2 uur. Kijk, ik moet zijn. Maar donderdag file is er. Nou jongens, ben ready voor de shoot. Dit is mijn outfit. Oh my god. I love it. Nou jongens, Kim is nu ook stylist geworden. Ja, ik had vandaag 6 petten op. Mijn kind was hier, dus ik was moeder. Ik ben altijd moeder natuurlijk. Stylist, art director, designer. Zo hé. Van alles en nog wat. En nu dus ook ja, stylist. Yes. Stylist van de sterren. Ja, en ik krijg nu meer goud, meer go-to. Oh my god. Meer goud. Hoi. Klaar. We zijn even snel Peanut gaan halen en we gaan nu naar Peanuts oma, hè? Davinio's moeder. En we gaan er eventjes... ja, ze heeft gelukkig eten gemaakt. Want ik had echt geen zin om te koken. Dus Davinio kan lekker daar eten. De shoot was super leuk. Ik ben heel blij dat Kim me heeft gevraagd voor deze campagne. Het was echt een hele mooie shoot met veel leuke vrouwen. Ananushin, Maria Taylor. Wie was er nog meer? Ja, het was echt superleuk. Maar vanochtend heb ik allemaal gal gekotst. Want ik had midden in de nacht had ik zure mat gegeten. Maar geen avondeten. Dus ik werd wakker, allemaal gal gekotst. En gal, dat proeft echt een beetje naar alsof je alcohol die vorige dag hebt gedronken, zeg maar. Dus het is echt geen lekker gevoel, echt zo'n zuur gevoel in je keel. Omdat ik nog steeds geen eetlust heb, ga ik weer aan de juices beginnen. In die juices zitten de vitamine die ik gewoon op een dag nodig heb. Dus dat ga ik gewoon denk ik drinken voor een dag, zeg maar. Nou, ik heb niks meer te... Jongens. Oh mijn god. Ik ben echt zo zoek. Ik heb dus echt een hele diepe navel. Maar nu, omdat mijn buik steeds groter wordt, komt mijn navel helemaal naar voren gewoon. En dat vind ik best wel gek om te zien. Mm-hmm. Toch mijn navel. Mm-hmm. Precies. Dat is wel gek om te zien, joh. Ja. Nou, dat was het. Ja, punt uit. Nou jongens, ik heb de make-up eraf gehaald, pruik even vastgezet, mijn buik ingesmeerd en het is tijd om te slapen en de vlog af te sluiten. Maar eerst ook jullie mijn navel laten zien, kijk, oh my god. Hij komt er bijna uit. Ik had echt een diepe navel, hè, dus dit vind ik echt heel gek om te zien. Maar dit is het einde van de vlog. Vond je deze video leuk? Doe natuurlijk een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Wow, yo! En dan zie ik jullie volgende week. Vrijdag bij een nieuwe
video. Bam, 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 bam.